Ik ben Anita Scheerder. Ik werk op het multimedia. Eén dag in de week werk ik bij ATV. Daar maak ik leuke tekeningen, waarvan we mooie filmpjes maken. Zoals je kan zien is dit nu een schets. Trek ik het hele tekening over met een mooie strakke lijn. Op internet zoek ik mooie stofjes uit. En die plak ik in de tekening. Nou, als we alle tekeningen klaar hebben, maken we een filmpje van. Afgelopen maanden heb ik 3 filmpjes gemaakt van Aya. Die wil ik je graag laten zien. Lang, heel lang geleden woonde in Japan een meisje. Ze heet Aya. Aya is een stoere meid. Ze houdt niet van meisjesdingen. Vaak kijkt ze stiekem naar oudere jongens die oefenen met zwaardvechten. In de achtertuin oefent Aya vaak met een houten zwaardje. Op een dag wordt ze betrapt door haar vader. Dat is niet voor meisjes, ik verbied het je! Toch oefent Aya stiekem door. Als ze 16 jaar oud is, is ze een uitstekende zwaardvechter. Aya's moeder doet boodschappen op de markt. Heb je het gehoord? Wat? Aya is gevecht in de oorlog. Echt waar? Dat meen je niet. Wat ik nu heb gehoord? Aya is gevechten in de oorlog. Dit meen je niet. Hoe heb je dit kunnen laten gebeuren? Ja, jij bent veel te streng voor haar geweest. Geen wonder dat ze is weggelopen. Ik had haar nog zo gewaarschuwd. Vader en moeder zijn heel erg verdrietig. Hallo vader en moeder. Met mij gaat alles goed. Ik heb goed nieuws. Wij zijn aan het winnen. Wij zijn aan het winnen. Ik kom na de oorlog gelijk naar huis. Veel liefs, Aya. Dit is Aya. Ze is terug uit de oorlog. En dit is Jun, haar nieuwe vriend. Aya loopt samen met Jun naar huis. Haar ouders staan in de tuin te wachten. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Vader, moeder, dit is Jun, mijn nieuwe vriend. Welkom. Aangenaam kennis met u te maken. Laten we vieren dat je weer thuis bent. Vader, mag ik alsjeblieft laten zien hoe goed ik kan zwaardvechten? Natuurlijk! En voortaan kun je mijn filmpjes ook zien in de vernieuwde Amerbreed.